ook een stuk opluchting. Zo van, oef, wij zijn niet alleen de foute kinderen van Europa van de klas. De dictatoriale neigingen van Robert Mugabe. En Anna Enquist over haar boekenweekgeschenk. Goedenavond, nieuws en achtergronden in Nova. Het was een politieke aardverschuiving in Rotterdam afgelopen woensdag. Ruim 1/3 van de kiezers stemde op Leefbaar Rotterdam, die voor het eerst meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen. Men koos vooral de lijsttrekker van die partij, Pim Fortuyn. Een man die er niet voor terugdeinst hardop te zeggen dat Nederland vol is. In België mobiliseert het Vlaams Blok de antigevoelens tegen buitenlanders al langer. In Antwerpen stemt 1/3 van de kiezers op deze extreemrechtse partij. De Belgische media hadden de afgelopen dagen veel aandacht voor de overwinning van Pim Fortuyn. En ze merkten op dat die Nederlanders, die anderen zo graag de les lezen, toch niet zo anders zijn dan de Belgen. Een verslag van Tonko Dop. Vraag een Nederlander naar zijn mening over België en hij zal zeggen: Dutroux en het Vlaams Blok. Er is altijd wel wat mis en ze voetballen ook nog eens beter dan wij. En de arme Belg zelf, hij incasseert. Als je Nederlander bent, dan kan je eigenlijk met een zekere trots zeggen, ik ben Nederlander. En dat is internationaal. Waar je ook komt in de wereld, Nederland heeft een goede reputatie. Ja, het is een interessant, ook als schrijver is het een interessante identiteit. Terwijl wanneer je Belg bent, dan schaam je je bijna altijd een beetje. Het is zoiets wat je liever niet zegt. Ik ben Belg, ja, ik ben Belg. En als je dan nog op de kop toe, zoals ik moet zeggen, en ik woon in Antwerpen, for heaven's sake, dan krijg je die blikken van mijn god. En zij woont in zo'n fascistisch bolwerk. Dus daar is altijd een gevoel van schaamte. Je kan daar onmogelijk trots op zijn, op dat Belg zijn. Maar België staat niet meer alleen. De Rotterdamse opmars van Pim Fortuyn is er met hoongelach ontvangen. Wij worstelen nu al 20 jaar met dat fenomeen. En je had toch de indruk dat je permanent door de Nederlanders bekeken werd van die onverdraagzame Vlamingen. En bij ons in dat o zo tolerante Nederland kan dat niet gebeuren. En dan kwam het vingertje altijd onmiddellijk. Dus ja, nu zeggen we toch, het wordt eens tijd dat jullie ook eens voelen wat het betekent. Er is uiteraard, zegt iedereen, oh mijn god, ook daar al. Maar tegelijkertijd, naast het soort van afgrijzen dat een heleboel mensen voelen, is er ook een stuk opluchting. Zo van, oef, wij zijn niet alleen de foute kinderen van Europa van de klas. Vandaag blijkt dat de Nederlanders lik op stuk krijgen. Dat Fortuyn uiteindelijk met een aantal ideeën en programmapunten die zeer nauw bij die van het Vlaams Blok aansluiten. Trend vreemdelingen, multiculturele samenleving, islam, veiligheid. Uiteindelijk een eclatante overwinning boekt. Mij zult u nooit horen zeggen, eigen volk, eerst alle mensen die hier zijn. Ook Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse mensen. Nou, neem het waar ze vandaan komen, ik geloof al uit 70 verschillende landen in de wereld. Nou, Philip de Winter heeft een grote bewondering voor u. Ja, dat begrijp ik. Maar de mensen die hier zijn, daarvan zeg ik, die hebben wij binnengelaten. Dus daar hebben wij verantwoordelijkheid voor. En die hebben dezelfde rechten als wij. Er zijn gelijkenissen. Ik denk eerder in het kiespubliek, in de motivatie van mensen die voor Fortuyn stemmen. Ik denk dat vrijwel gelijk loopt met de motivatie van mensen die voor het Blok stemmen. Het verschil is dat er volgens mij een vrij grote ideologische kloof is tussen de mensen van het Blok en Pim Fortuyn. De mensen van het Blok, die kan je naadloos terugbrengen tot de ideologische erfenis van het nazisme. Het is die club, het zijn de mensen die fout zijn geweest in de oorlog, de afstammelingen daarvan. Het Blok flirt openlijk met het Groot-Dietse gedachtegoed, heeft collaborateurs op zijn congressen zitten, minimaliseert de Holocaust. Dat zijn dingen die ik Fortuyn allemaal niet zie doen. Fortuyn heeft een vrij rechtspopulistisch discours, maar is langs de andere kant ook ultraliberaal, libertijn zelfs.
En dat maakt hem tot een ander soort tegenstander. Ik plaats Fortuyn nog altijd binnen het democratische spectrum, terwijl ik het blok daarbuiten plaats. Fortuyn is heel libertair wat zijn ethische ideeën betreft over homoseksualiteit en dergelijke meer. Wij hebben daar toch een iets conservatievere lijn. Wat men doet in de beslotenheid van zijn slaapkamer is mijn probleem niet. Philip de Winter heeft een hekel aan homoseksuelen, maar hij omarmt Pim Fortuyn. Hoe moeten we dat zien? Hij omarmt extreem rechts, of wat hij denkt extreem rechts te zijn. En hij heeft er enorm jolijt in dat die beweging, die onderstroom, ook bij jullie bovenkomt. Je ziet daarin druk naar rechts in heel Europa zich verder zetten, nu ook in het laatste bolwerk van de tolerantie in Nederland. Dus hij kan zijn lol niet op. En dat hij daarvoor een homo moet omarmen, ja, dat neemt hij er graag bij. In de studio in Brussel zit Philip de Winter van het Vlaams Blok. Meneer de Winter, wat vond u van de uitslag in Rotterdam? Wel, ik was blij verrast dat nu ook in Nederland het uiteindelijk mogelijk was dat een beweging die toch wel een aantal gelijkenissen vertoont qua standpunten en ideeën als de onze, zo'n grote doorbraak heeft gekend. Waarom? Uiteraard is er het leedvermaak dat meer dan 15 jaar gescheld en geschimp op de Vlamingen en op Antwerpen, als zouden wij een bruine stad, fascistisch land zijn, men nu in Nederland vaststelt dat zij geen geïsoleerd, multicultureel paradijs in Europa zijn, dus dezelfde problemen hebben en ook blijkbaar mensen kiezen voor dezelfde oplossing. Dat heeft mij zeker verheugd. Heeft u Fortuyn ook gefeliciteerd met zijn overwinning? Heeft u hem opgebeld? Nee, we hebben hem niet opgebeld. We hebben een perscommuniqué uitgegeven waarin wij zeggen dat we hem feliciteren. Als meneer Rosemuller en andere politici in Nederland dat mogen, denk ik wel dat wij dat ook mogen, ja. Ja, dus u heeft niet persoonlijk contact met hem gezocht. Heeft Fortuyn wel eens met u contact gezocht? Nee, meneer Fortuyn heeft nooit met ons contact gezocht. Meneer Fortuyn is overigens nog maar enkele maanden echt als politicus met politiek bezig. Daarvoor was hij publicist en dergelijke meer. Dat hoeft ook niet. Wij willen elkaar niet voor de voeten lopen, laat dat duidelijk zijn. Want uiteindelijk, ik denk dat meneer Fortuyn nu wel andere katten te geeselen heeft dan telkens opnieuw te moeten antwoorden als hij nu al dan niet een tweelingbroer van Jörg Haider of van Philip de Winter of van om het even wie is. Hij doet zijn ding in Nederland en hij doet dat goed. En ik wens hem daarvoor te feliciteren. En het is eigenlijk niet een strategisch belang om nu veel contact met elkaar te hebben. Nee, al was het maar omdat ik ook wel weet welk spel de media hier wil spelen. Zij willen natuurlijk Fortuyn op de lijn van de Winter en de Winter op de lijn van Haider en Haider op de lijn van God weet wie. En daarmee natuurlijk in de respectievelijke landen van die personen die mensen compromitteren met figuren die door hun eigen media gedemoniseerd en gediaboliseerd worden. Fortuyn wordt bij ons beschouwd als het grote zwarte beest uit Nederland en hetzelfde gebeurt met mij in Vlaanderen. Kijk, dat is logisch en voor de hand liggend. Ja, en daarom is het misschien Winter, wel beter. Bewondert u Fortuyn of inspireert hij u? Bewonderen, inspireren. U mag niet vergeten dat wij al 25 jaar met politiek bezig zijn. Ik respecteer en ik waardeer de politieke moed die hij heeft om in Nederland te doen wat hij doet. Dat is niet evident, zeker niet in het zo politiek correcte Nederland. Maar bewonderen is misschien net iets te veel van het goede. Maar u rekent hem wel tot dezelfde politieke familie als uw beweging? Wel, ik denk dat de rechtse beweging in Europa een huis is met vele kamers. En het is duidelijk dat wij niet in dezelfde kamer als hij wonen, maar dat wij uiteindelijk inspelen op dezelfde gevoelens die leven bij de bevolking. Op de wrevel en de frustratie die evident is in een failliete multiculturele samenleving die niet functioneert. Ja, Fortuyn zegt overigens daar niets van te willen weten, van tot dezelfde politieke familie te willen behoren. Ja, maar ik begrijp meneer Fortuyn ook, omdat hij dan helemaal gediaboliseerd wordt, in de hoek wordt gedrumd en geïsoleerd van de andere partijen. En daar heeft hij geen belang bij en ik begrijp zijn strategie, ik heb daar respect voor en ik wil hem ook niet dodelijk omarmen, dat hoeft allemaal niet. Ik stel alleen maar vast dat in Nederland dezelfde onderstroom bestaat als in heel wat andere landen in Europa, van Denemarken
tot Nederland, van Italië tot Oostenrijk, van Antwerpen tot Rotterdam. Uiteindelijk zijn het dezelfde problemen. En mensen die in het verzet komen tegen die criminaliteit, tegen die multiculturele samenleving, tegen die vreemdelingenoverlast. En dat er nuances zijn in de antwoorden en dat wij geen tweelingbroers van elkaar zijn, dat is nogal evident. Geen tweelingbroers, maar wel dezelfde... helemaal niet voor de voeten lopen wat dat betreft. Wel dezelfde familie, geen tweelingbroers. Fortuyn is openlijk homoseksueel. Wat vindt u daarvan? Dat is zijn zaak. Ik beoordeel en veroordeel mensen niet op basis van hun seksuele geaardheid. Maar ik kan niet ontkennen dat in het conservatief-katholieke Vlaanderen het zo openlijk militant homoseksuele aspect van meneer Fortuyn, die daar geen punt van maakt en daar ook heel uitdrukkelijk mee naar buiten komt, dat dat toch wel iets moeilijker ligt bij ons. Alhoewel ik niet ontken dat ook in onze partij er mensen zijn die homoseksueel geaard zijn. Dat is voor ons nooit een probleem geweest, in tegenstelling met hetgene wat ik dat pas in uw uitzending daarover hoorde. Ja. Hoe beoordeelt u trouwens, meneer De Winter, de reactie van de gevestigde Nederlandse politieke partijen op Fortuyn? Wel, ik was zeer verrast. De situatie bij ons is helemaal anders. Ik zag politici van alle partijen, meneer Fortuyn, openlijk feliciteren. En er bestaat helemaal geen cordon sanitair rond meneer Fortuyn. Hij is niet geïsoleerd. Men praat met hem en men wil misschien zelfs met hem coalitie vormen. En dat is maar goed ook, want zo hoort het in een democratie. De wil van het volk moet gerespecteerd worden. Heel anders is dat in België. Heel anders is dat in België. Uw partij wordt wel totaal geïsoleerd. Wat heeft dat voor effect gehad? Wel, dat heeft een tweezijdig effect gehad. Aan de ene kant is het misschien wel de sleutel en de verzekeringspremie van het Vlaams Blok en de sleutel van ons succes voor een deel. Het feit dat wij geïsoleerd en gediaboliseerd worden, betekent dat wij uiteindelijk in de rol van de underdog terechtkomen. En de underdog in de politiek, ja, die scoort nu eenmaal altijd goed. Het heeft u maar dus geen windeieren gelegd. Het heeft ons, ik moet dat eerlijk durven zeggen, dat is een grote politieke fout van onze tegenstanders geweest. Het heeft ons de voorbije 20 jaar geen windeieren gelegd. Maar, anderzijds is het bepaald ondemocratisch. En remt het onze verdere groei op dit moment voor een stuk misschien wel af. Omdat wij nu toch, na 25 jaar, de bereidheid en de bekwaamheid hebben om deel te nemen aan het beleid. En het beter en anders te doen dan onze politieke tegenstanders. Dus electoraal gezien zouden ze Fortuyn beter kunnen isoleren? Ja, het is niet aan mij om de politieke partijen in Nederland te adviseren. Ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken. En wat mij opvalt is dat men het in Nederland op dit moment in ieder geval democratischer aanpakt dan in het verleden in Vlaanderen het geval is geweest. En ook daar kunnen wij misschien in dit geval leren vanuit Nederland. En ik hoop dat men dat in Vlaanderen ook doet in de komende weken en maanden. Wij zullen in ieder geval het Nederlandse voorbeeld nu gebruiken om aan de Vlaamse partijleiders van de traditionele partijen duidelijk te maken dat zij helemaal fout zitten en dat zij de democratie niet respecteren, Goed. De wil van het volk niet respecteren. Ja, en het Nederlandse voorbeeld toont dan hoe het wel kan. Uitstekend. Meneer De Winter, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. En daarmee eindigt Nova voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe Nova. Dan om 9:15, direct na het journaal. Graag tot morgen. Goedenavond. We'll be right back.